af en toe heb ik wel eens tegen mijn vrouw gezegd van, weet je wat, we hadden beter dakloos kunnen blijven. Dan hadden we een warm plekje gehad. Op tijd om eten en alles. Maar we hadden dan wel warmer gezeten als nu. Maar ja, we zitten ook met een... Mijn Z bracht op 7 december de onmenselijke leefomstandigheden in de Van Hoornbeekstraat in beeld. SWZ reageert. Nou, dat is natuurlijk best schrijnend. Nee, daar hoeven we niet omheen te draaien. En daar kunnen wij ons ook, wij kunnen wat dat betreft het beste in de spiegel kijken. Kijk, aan je kant, het is natuurlijk een goedkoop huis met een lage huur. En ja, daar staan ook bepaalde kwaliteiten natuurlijk tegenover. Maar wat zoals het nu geschetst wordt en zoals de vocht zich daar nu ontwikkelt, dat is wel heel erg. Wat ik me aantrek is dat wij, dus toch 1,2 miljoen is er in dit complex gestoken. Is er voor 10.000 euro per woning gerenoveerd. En je kunt, als je dit zo ziet, hè, en ik heb al meer voorbeelden gezien, kun je afvragen, is dat op een goede manier gebeurd? We hebben nu een aantal voorbeelden gezien van mensen die recht van balen en terecht, als je dit zo ziet, hè, en ik heb ook andere stukjes gezien. En daar kunnen wij ook niet voor weglopen en daar moeten we ook niet voor weglopen. Dus in dit soort situaties, waarin dit het resultaat is, hoe mensen nu wonen, dan kun je op zijn minst zeggen dat is geen succes geweest. Duidelijke woorden van SWZ. Maar wat nu? Ik denk dat het nu verstandig is dat we snel mogelijk met de mensen op een goede manier in gesprek komen. En dat we proberen het vertrouwen terug te winnen. En dat we individueel gaan beoordelen wat er kan. En als blijkt dat het zaken zijn die voor het hele complex gelden, dus voor alle woningen, ja, dan is dat een feit. En dan moeten we kijken hoe we daarmee omgaan. Als SWZ nou naar u toe komt en zegt, nou meneer, u heeft gelijk. We gaan het helemaal anders doen. U krijgt centrale verwarming. We gaan uw huis helemaal opknappen. Wat zegt u dan? Nou, dat hadden ze wat eerder aan mogen denken dan.